Elke week vind ik in mijn mailbox heel wat uitnodigingen voor nationale onderwijscongressen. En de afgelopen week werd ik aangenaam verrast, want opeens stond er een naam tussen van wie ik dacht, hey, die ken ik toch, Lydia Navot van PPL. En ja hoor, zij was keynote spreekster op het Nationaal Congres over cyberpesten. Lydia, hoe word je opeens zo'n beroemdheid? Nou, dat beroemdheid valt wel mee. Ik ben een half jaar geleden mogen beginnen aan een cursus. Dat was een cursus ter opleiding van een antipestcoördinator, maar dan gericht op digitaal social media gebruik. En dat moesten we afsluiten met een tegengif opdracht. Wat is een tegengif opdracht? Dat is een opdracht wat je samen met de leerlingen of de jeugdigen met wie jij werkt, daar ga je in overleg. Van, goh, wat zouden jullie kunnen bedenken om het treiteren via mobiel gebruik of via computergebruik tegen te gaan? En dat heb je verwerkt in een eindopdracht en die eindopdracht is opgevallen bij de organisatie van het Nationaal Congres. Zit het zo een beetje in elkaar? Zo zit het in elkaar, ja. Oké, wat was de inhoud van dat werkstuk? Inhoud van het werkstuk is dat leerlingen iets moesten gaan bedenken en zij hebben als plan gehad om Facebook in te gaan zetten. Kiezen voor Facebook vind ik toch eigenlijk een beetje vreemd, ook al is het een besloten omgeving, want juist op Facebook wordt toch vooral gepest. Ja, en daarom was het ook zo doeltreffend. De leerlingen kwamen zelf met het idee. Mijn opdracht was om ze te prikkelen tot een idee. En zelf moest ik zoveel mogelijk mijn mond houden. Dus het is echt de regie van de leerlingen zelf geweest. En wat hebben ze dan op Facebook gedaan? Op Facebook hadden we besloten om alleen positieve berichtjes te sturen. Hoezo? Kinderen die zeggen dat ze alleen maar positieve dingen willen sturen? Was dat een idee van de leerlingen zelf? Ja, dat was een idee om elkaar te voeden met leuke ideeën. Bijvoorbeeld leuke eetentjes waar je kon gaan of leuke hobby's. Er werd een meisje welkom geheten wat nieuw kwam in de klas. Ja. En wat was het effect van die besloten positieve Facebookpagina voor de sfeer in de klas? Nou, we hadden een geweldig leuke klas, echt een goede sfeer. Leerlingen die konden ook wat meer van elkaar verdragen omdat ze elkaar beter kenden. En wie beheerde de Facebookpagina? Ja, we hebben ervoor gekozen dat ik het zou beheren. Ik heb de pagina aangemaakt en we hebben ook besloten dat er geen externe bij zou komen. En een leerling bijvoorbeeld, waarom heeft hij dat niet beheerd? Omdat het organisatorisch praktischer was, omdat ik een eigen Facebookpagina al had. Raad je nou andere mentoren ook aan om een besloten Facebookpagina aan te maken met de klas, om zo het positieve klimaat in een klas te stimuleren? Dat vind ik lastig om te zeggen, omdat het de opdracht is om juist in te steken op hetgeen wat bij jouw leerlingen leeft. En misschien is Facebook helemaal niet de manier en werkt het beter via WhatsApp. Maar het advies is van besteed aandacht aan cyberpesten door een eigen digitale omgeving te creëren, gekozen door de leerlingen en vervolgens daarmee als mentor samen met je klas aan de slag te gaan. Vat ik het zo goed samen? Ja, wat ik wel gemerkt heb in de praktijk is dat je wel een podium moet geven inderdaad en continuïteit moet bewaken. Want als je het laat verslappen dan ja, blijft de input ook wel wat achter. Dus het is wel belangrijk dat je het op gang houdt. Maar verder proberen zoveel mogelijk op de achtergrond te blijven. Ja. Was dat niet moeilijk? Je bent de deskundige, je bent mentor, je bent betrokken bij je leerlingen. Nou, er zijn 3 redenen om je daar wel mee te bemoeien. Ja, maar de leerlingen die kunnen het vaak veel beter dan wij. Oké. Was er ook echt een afname van cyberpest? Hoe heb je dat getoetst? Nou, wat we hebben kunnen zien is dat de input wat ze gaven op hun gewone Facebook buiten die besloten pagina, dat die als je die een paar maanden later ging vergelijken, duidelijk positiever was. We hebben daar ook screenshots van gemaakt en we hebben dat samen besproken. Dus door een positieve houding in die besloten omgeving te stimuleren, zag je dat op hun eigen Facebook pagina's het taalgebruik, datgene wat ze posten, ook positiever werd? Ja, absoluut. En ook het aanspreekcultuur buiten Facebook. Ja. Wat is een belangrijke tip die je aan je collega's wil meegeven wat cyberpesten betreft, naast het inrichten van een gezamenlijke digitale omgeving? Ja, wat heel belangrijk is dat je zelf niet achterblijft, want onze jongeren die weten veel meer vaak van de
middelen die er worden ingezet, de mobieltjes, de computers, die zijn daar veel handiger. Het is belangrijk is dat wij daaraan meedoen, kennis hebben van wat er leeft en verder vooral de leerlingen een podium en stem geven en op de achtergrond blijven. Oké, dankjewel voor de inspiratie ook op dit gebied. Dit was aflevering 7 van Het Andere Gelijk met als hoofdthema cyberpesten.